Dan door naar het onderdeel waar het vandaag ook om gaat. En dat is de toekenningen aan de Nederlandse sport voor wat de nieuwe cyclus Parijs aangaat. Dat betekent ook dat het beeld wat we met elkaar hebben is zeer zeker gericht op Parijs. Maar we zitten met de feiten dat Tokio nog moet plaatsvinden. En dat maakt het een complex jaar. Alleen al vanuit het feit, en dat zien we hier in beeld, dat het aantal topsporters in Nederland met een status is gegroeid. En behoorlijk is gegroeid. Daar zitten twee factoren achter. Eén, de Nederlandse topsport ontwikkelt zich in kwaliteit. We hebben strenge normen om voor een status in aanmerking te komen in Nederland. Daar zijn jullie allemaal mee bekend. En dat aantal groeit omdat die Nederlandse topsport zich ontwikkelt. Er is een tweede factor waardoor we zien dat het toch echt wel om substantiële stijgingen gaat. En dat is dat we in dit jaar te maken hebben met een generatie topsporters die wellicht na Tokio afscheid had willen nemen. En die uiteraard en gelukkig voor de Nederlandse topsport nog een jaar doorgaat. Dat betekent dat naast de groepen die natuurlijk ook al in opleiding zijn voor Parijs, dat daarmee wellicht er een deel van die stijging ook verklaard is. En misschien nog een laatste punt. We hebben ook uiteraard heel soepel zijn we omgegaan met het verlengen van statussen van Nederlandse topsporters, ook als zij hun prestatienorm, top 8 van de wereld, niet haalde. Om een hele simpele reden, dat er in een groot aantal sporten geen internationale competitie was. Dus dat is een verklaring. Er zit dus een structurele stijging in. En er zit een incidentele stijging in deze nummers door de effecten van corona. Als je kijkt naar het aantal topsportprogramma's wat binnen de financiering is gevallen, die in de afwegingen die we met elkaar maken als kansrijk beoordeeld worden, dan zie je dat vanaf de periode waarin we na de studie top 10 met de focus in Nederland begonnen, focus zijnde het je richten op kansrijkheid, dat er in die fase we van een groot aantal topsportprogramma's zijn teruggegaan naar een kleiner aantal, dat was 55... En dat we in de laatste jaren een aantal topsportprogramma's toe hebben gevoegd aan de toekenningen, aan de financiering, aan de ondersteuning in Nederland voor de Nederlandse topsport. Op basis uiteraard van hun prestaties. Dus we hebben niet de lat naar beneden gelegd. Er zijn gewoon meer sporten in Nederland die over de lat springen. En dat betekent dat er een groter aantal sportbonden weer binnen die financiering valt. Als je kijkt naar waar dat toe leidt in Nederland, en ik wil hier niet al te lang bij stilstaan, want ik vind het erg een momentopname, dan kan je in ieder geval zien, als je dat uitzet over de periode van de afgelopen 10 jaar, dat we een enorme prestatiestijging van de Nederlandse sport hebben gezien. Er zijn veel meer sporten die podiumpotentie hebben, die ook podium halen, en het leidt tot meer medailles in meer sporten. Maar nogmaals, dit is een tijdsmoment. Het is een momentopname die in deze tijd van corona ook wel enige mate onzeker is vanwege het ontbreken van die internationale competitie. Wat wel een hele sterke ontwikkeling is, is dat die successen ook gedragen worden door sporten die in de wereld de nummer 1 positie hebben. Dus als je kijkt naar het Nederlandse zeilen, dan is in al die resultaten, die wereldwijde competitie bij het zeilen, dan is Nederland op dit moment zeilnatie nummer 1. En datzelfde geldt voor baanwielrennen. Daar is Nederland nummer 1 in de medailles. Het is het best presterende land binnen de sport baanwielrennen. Datzelfde geldt voor BMX, voor hockey, paradressuur en rolstoeltennis. Daar hebben we met Nederland de nummer 1 positie. Als je nou kijkt hoe die ontwikkeling van die verschillende getallen, wat dat nou betekent als je het hebt over het financieren van de Nederlandse topsport, dan zien we
dat daar natuurlijk wel wat spanning aan het ontstaan is. Dit is die stijging van het aantal topsporters wat in Nederland een status heeft. Nogmaals, dat is een substantiële stijging. We zetten daarnaast de stijging van het aantal gefinancierde programma's. Als hij komt. Ja, daar is hij. En zoals net uitgelegd, ook dat neemt toe. En als je dan kijkt naar de financiering van Nederland, dus hoeveel geld hebben we nou met elkaar te besteden om onze topsporters voor te bereiden voor die WK's, EK's, Olympische en Paralympische Spelen, dan zien we dat dat eigenlijk in de laatste cyclus gelijk is gebleven. En dan kan je natuurlijk heel goed zien dat als je dan kijkt naar de jaren 20 en 21, dat die spanning echt aan het toenemen is. Dat zie je. We bereiken daarbij de grens van wat we kunnen. Steeds meer sporten die aanspraak maken op die middelen, met buitengewoon goede onderbouwing en hele goede plannen. Steeds meer sporters in Nederland die op dat mondiale top 8 niveau presteren. En een gelijkblijvend geheel van financieringen, een totaalbedrag wat we in de Nederlandse topsport kunnen steken. Dus dat is wel degelijk een waarschuwingssignaal naar de toekomst, dat verdere groei hiermee wel heel ingewikkeld wordt. En uiteindelijk daar natuurlijk ook dan een zorg achter zit of we die diversiteit die we met elkaar in Nederland zoeken, dus juist die breedte van dat Nederlandse topsportlandschap laten zien en ook het prestatieniveau, of we dat kunnen handhaven. Als je daarnaar kijkt, dan zit er een prachtige stijging, een graduele stijging in die resultaten van de Nederlandse topsport, waarbij je steeds een verschil ziet tussen het Olympische jaar en de niet-Olympische jaren. Waardoor komt dat? Dat heeft heel veel te maken met het feit dat op heel veel WK's Nederland meer startplekken heeft dan we op de Olympische en Paralympische Spelen hebben. En om die reden zal je eigenlijk altijd wel zien dat een Olympisch jaar wat lager scoort dan de jaren daaromheen. Maar al met al een prachtig beeld van die ontwikkeling van de Nederlandse topsport. Goed, laten we eens in gaan zoomen op de financiering. Hoeveel geld is er nou? Waar komt dat geld vandaan? En waar gaat dat geld naartoe? Ja, er zijn in Nederland drie grote inkomensbronnen, zal ik maar zeggen. Feitelijk vier, maar daar kom ik aan het einde van dit overzicht op terug. We hebben als eerste links in beeld hebben we IOC en partners. Dan moet u denken aan bijdragen die wij van Lausanne krijgen, van het IOC krijgen, op basis van de sponsoren die het IOC heeft. Dus zo wordt er bijgedragen aan bijvoorbeeld de topsportpolis in Nederland. Vanuit de Global Partner Alliance van het IOC. En dat maakt het voor ons weer mogelijk om bij Achmea, bij Zilveren Kruis, een prachtige verzekering, medische verzekering voor sporters te hebben. Als voorbeeld, de NLO, Gerard zei dat net al, de meest stabiele financier van de Nederlandse sport. Niet alleen de Nederlandse topsport. De NLO met haar producten als de Lotto en de Staatsloterij draagt jaarlijks miljoenen bij aan de Nederlandse sport. En een post die enorm gegroeid is in het laatste decennium, is duidelijk geworden dat topsport ook echt zaak is van de Rijksoverheid. En de Rijksoverheid is daarmee de belangrijkste financier geworden. Als je kijkt naar de verdelingen, van waar gaat dat dan in grote lijnen naartoe, dan is een groot gedeelte van dat bedrag komt terecht in de topsportbegroting van NOC-NSF. En een gedeelte van de middelen van VWS gaan naar het Fonds voor de Topsporter. Dat is een aparte organisatie van waaruit de inkomensvoorzieningen voor de Nederlandse topsporter worden gefinancierd. Hoe wordt dat geld dan verdeeld? Waar gaat het naartoe? Het overgrote deel gaat naar de topsportprogramma's van de Nederlandse sportbonden, waarmee hun wedstrijd- en trainingsprogramma en uiteraard de aanstellingen van staf, coaches, technisch directeuren, maar ook medisch personeel wordt gefinancierd.
Een tweede heel groot bedrag gaat naar de trainingsinfrastructuur. In Nederland vooral landend binnen de CTO's, met een enkel alleenstaand nationaal trainingscentrum zoals triathlon in Sittard of waterpolo in Zeist. Dus deze twee bedragen is het overgrote merendeel van de Nederlandse bestedingen. Als je kijkt naar dat bedrag van de CTO, en daar valt ook binnen de loodvoorzieningen, want CTO is de trainingsomgeving, maar het is ook de onderwijsomgeving van de Nederlandse topsporters, dan is dat zo verdeeld dat feitelijk die 7,8 miljoen ook nog weer te koppelen is aan toekenningen aan verschillende sporten. Dus als je bijvoorbeeld even, laten we atletiek nemen, dan is een deel van die 7,8 miljoen komt ook weer ten goede van atletiek, want daarmee faciliteren we de trainingsvoorzieningen hier in Papendal, maar ook de inzet van experts zoals bijvoorbeeld fysio, embedded scientists of andere expertgroepen. Wat gebeurt er daarnaast nog? Er is binnen NOC-NSF een high-performance team. Er zijn experts hier die de ondersteuning van die Nederlandse topsport verzorgen. Dan moet je denken aan strength and conditioning coaches, voeding experts, psychologen, doktoren enzovoort. Die breed ingezet worden binnen de Nederlandse topsport. Daarnaast worden er een aantal sportoverstijgende projecten gefinancierd vanuit die middelen. Ik geef één voorbeeld, dat is de ontwikkeling op dit moment van een doorlopende leerlijn. Heel erg actueel, ongelooflijk belangrijk voor de toekomst van de Nederlandse topsport. Waarmee we willen verzorgen dat sporters in Nederland echt vanaf het allereerste basisniveau op de verenigingen goed opgeleide trainer-coaches hebben. In een leerlijn voor trainercoaches die zich helemaal doorontwikkelt tot en met wetenschappelijk onderwijs. Dat moet op elkaar aansluiten. Dat is iets wat we samen met OCMW op dit moment willen realiseren. Een ander project wat daaronder valt is bijvoorbeeld de digitalisering binnen de Nederlandse topsport. Het systeem waar we nu midden in de uitrol zitten, het athlete management systeem, waarbij alle topsporters in Nederland in één systeem hun performance data kunnen analyseren. En een laatste is al een paar keer eerder net genoemd in het gesprek, de directe diensten en services die wij hebben voor de Nederlandse sporters. Dan moet je denken aan de mobiliteitsvoorzieningen via Toyota of Zilveren Kruis met de topsportpolis, maar ook het grote programma Team NL at Work, waarbij we sporters begeleiden in die duale carrière. Heeft daarin een belangrijke positie. Dan zijn er nog twee bestedingen die eigenlijk enigszins buiten deze vijf blokjes vallen. Ik vind deze vijf blokjes echt de fundamentele investeringen die we jaarlijks doen in Nederland in die training en wedstrijdsetting van onze sporters. Daarnaast hebben we uiteraard als NOC de verantwoording om ervoor te zorgen dat Nederland vertegenwoordigd is op de Paralympische, de Olympische Spelen, zowel de jeugdevenementen als de seniorenevenementen. Dat gebeurt binnen ons team Games Operations. En zoals al eerder benoemd, er is het stipendium, de inkomens- en onkostenvergoedingen voor de Nederlandse topsporters en talenten. De snelle rekenaars onder jullie tellen dit op en die komen dan tot de conclusie dat het ietsje meer is dan die 57,1 en die 13,8 bij elkaar. En dat klopt ook en dat heeft vooral te maken met de uitzending in het jaar 2021 naar Tokio. Daarom staat er 8,7 miljoen bij Games Operations. Dat trekken wij niet in één jaar uit de inkomsten, maar wij spreiden dat doordat we elk jaar een gelijk bedrag betalen aan een fonds, het Fonds voor de Uitzendingen, waardoor we in een Olympisch jaar die onttrekking kunnen doen die het mogelijk maakt dat Nederland op een hoogwaardige wijze deelneemt aan de Olympische en de Paralympische Spelen. Dus vandaar dat verschil. Er is nog een heel ander of een ander belangrijk toevoeging aan de middelen, de investeringen die in Nederland gedaan worden. Het wordt vaak niet genoemd, maar ik heb hem er toch bij gezet. De financiering van NOC-NSF naar de sportbonden, die gaat op basis van een groot aantal voorwaarden. En een van die voorwaarden is dat de sport natuurlijk ook zelf in haar topsportontwikkeling investeert.
Dat gebeurt met de eigen middelen van de sportbonden in Nederland. Daar is een minimumpercentage, dat is 30%. Hè. Dus 30% van die topsportbegroting moet minimaal gefinancierd worden uit eigen middelen. En maximaal 70% kan gefinancierd worden uit de privaat-publieke middelen die NOC-NSF samen verdeelt. Dat is dus van belang, want dat is natuurlijk ook een investering in de jaarlijkse topsport. En datzelfde geldt voor de CTO's. Dus de CTO-settingen in Nederland hebben ook de voorwaarden om zelfs 50% van hun begroting zelf te financieren. En daarmee proberen we de totale investering in de Nederlandse topsport vanuit verschillende kanalen te laten komen en natuurlijk te laten groeien. Goed, de vraag is natuurlijk, doen wij dat wel netjes en doen we dat wel goed? Daar werken we heel hard aan. Ik heb daar een heel team voor met mensen die daar, ik zou bijna zeggen, in ieder geval de laatste weken dag en nacht mee bezig zijn. Maar uiteraard in de vereniging NOC-NSF en ook in de verantwoording naar de Nederlandse overheid zit daar een heel transparant proces achter, waarin op verschillende momenten getoetst wordt of die afwegingen die wij maken en de keuzes die we maken, of die wel kloppen. Ik geef u even de tijd om deze slide te bekijken. Kort gezegd gaat dat via een aantal fases. Eens in de 4 jaar doen wij zo'n uitgebreid proces samen met de Nederlandse sportbonden over het toekennen naar de nieuwe fase. En de intentie daarvan is altijd een meerjarige investering. Ik kom daar zo meteen nog even op terug. Daarvoor schrijven de bonden hun plannen, waarin ze de sporter specifiek benoemen. Dat zijn geïdentificeerde talenten en ze concreet maken hoe het ontwikkeltraject van die sport eruit ziet. Die plannen worden beoordeeld door mijn team, waarin veel expertise zit. Wij komen tot een afweging, een vergelijking. Daar hebben we een groot aantal criteria voor in Nederland. En doen een voorstel voor de verdeling van de middelen. Dat voorstel wordt getoetst door het expertpanel. Dat panel staat onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter, Jan Loorbach. Iemand met een grote staat van dienst in de Nederlandse topsport en sportwereld. Maar daar zitten ook mensen in met topsportkennis zoals Toon Gerbrands, zoals vertegenwoordiging uit de atletencommissie van NOC-NSF, in dit geval Thijsje Oenema, twee bondsdirecteuren en nog een ervaren bestuurder. Die kijken zeer kritisch naar of de afwegingen die wij maken ook juist zijn en ook conform de richtlijnen die we binnen de vereniging hebben staan. Vervolgens gaat dat voorstel naar onze directie en die nemen dat besluit. Dat kan op elk moment kan dat besluit nog verder getoetst worden door de bezwaar- en beroepscommissie. Dus op het moment dat een bond het daar niet mee eens is, kunnen ze zich daartoe richten. En uiteraard uiteindelijk eindverantwoordelijk en toezichthouder is ons bestuur. Dat voor wat betreft de governance erachter en de besluitvorming. Wat is er nou gebeurd in deze nieuwe toekenningsronde? Nou, jullie zien hier de belangrijkste verschillen. Uiteraard delen wij later met jullie de exacte toekenningen per topsportprogramma. Die worden beschikbaar gesteld, zijn open voor iedereen inzichtelijk. De grootste verschillen die we daarin zullen zien is dat we met een aantal sporten stoppen. Dat is niet een besluit wat op basis van 1 jaar genomen wordt. Een besluit om te stoppen met de financiering van een sport heeft meerdere kanten. Er is natuurlijk de evaluatie van de prestaties. Wij maken samen met de bonden afspraken over de prestaties die ze gaan leveren en over de ontwikkeling van die prestaties. Als dat meerdere jaren niet gehaald wordt, dan is dat een eerste punt wat besproken wordt. Dat gebeurt jaarlijks in de reviewgesprekken met bonden. De tweede is dat buiten de prestatieafspraken maken we met elke sportbond, met elk topsportprogramma, ontwikkelafspraken. Die ontwikkelafspraken vinden wij zo mogelijk belangrijker nog wel dan de prestatie. Dus dat betekent dat op het moment dat prestaties tegenvallen in een sport, dat niet direct consequenties zal hebben, maar dat we met elkaar vooral inzoomen
in, worden nou de juiste stappen ondernomen? Hebben we de gewenste bondscoach daar met alle skills die nodig zijn? Zijn de sporters werkelijk op een goede manier fulltime beschikbaar? Is er een wedstrijd- en trainingsprogramma wat ook leidt tot die ontwikkeling van die sporter? Op het moment dat dat meerdere jaren achterblijft bij de afspraken die we met elkaar maken, dan komt een sport ter bespreking langs. En dat heeft na een aantal jaren geleid tot het besluit om te stoppen met wegrace, schieten en tafeltennis. Waarbij ik bij tafeltennis wel aangeef dat de totale programmafinanciering stopt. Maar we nog wel met de Tafeltennisbond het programma van Britt Eerland ondersteunen in, zoals wij dat dan noemen, een campagne. Wat is er nieuw bijgekomen? Nou, dat kan niet echt tot verbazing leiden. Skateboarden. Nederland heeft zich in korte tijd gemanifesteerd als een skateboardland met potentie. In hele snelle tijd is daar een organisatie neergezet. Zijn er gemeentes als Eindhoven en Den Haag die daar enorm veel in geïnvesteerd hebben. En is er nu ook een skateboardbond, lid van NOC-NSF. En de tweede is dat mountainbike, waar we natuurlijk eerder Mathieu van der Poel al een aantal jaren ondersteunen met zijn programma. Maar waar nu gezien de bredere ontwikkeling van het mountainbike-programma binnen de KNWU, we ook besloten hebben om mountainbike als totale programmafinanciering toe te voegen aan de toekenningen. Wat zijn dan nog binnen de bestaande lijst van programma's de grootste stijgers en dalers? Die zien jullie hier. Als ik daar even een paar dingen van kan toelichten waarom zeilen zo'n enorme stijging. Dat heeft heel erg te maken met het feit dat we weten dat er voor Parijs nieuwe klasses op het programma komen. Onder andere de foiling klasses, de performance klasses. En dat we daar in goed overleg met de Zeilbond, die ons heeft kunnen laten zien daar potentieel sterke sporters voor te hebben, dat programma aan de financiering toe te voegen. En we dus in dit jaar ook te maken krijgen met mogelijk een dubbele investering, omdat we zowel Tokio-programma's als ook al de Parijs-programma's in de financiering meenemen. Waarom hockeymannen? We hebben het gisteravond gezien. Nederland speelt sterk mee in de Pro League. De Pro League is een dure league geworden met veel wedstrijden over de hele wereld, met veel reizen daarvan en de noodzaak tot een grotere selectie. Dat is de onderbouwing van de hogere toekenning aan het hockeyen in Nederland.